Dit zijn onze gasten. We beginnen met de heftige botsing vanmiddag tijdens het racisme-debat tussen Farid Azarkan van DENK en Lodewijk Asscher van de PvdA. Wat ik merk, voorzitter, en de heer Asscher heeft dat ook gedaan in zijn vorige periode, is er veel over gezegd. Een vals onderzoek, voorzitter, waardoor mensen nu uitgesloten worden. Waardoor 86% van de Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders, zo'n 82%, ten onrechte worden weggezet als terrorist. En ik zeg tegen meneer Asscher, dat kan hij weg willen stoppen. Maar feit is, voorzitter, dat mensen op basis daarvan, van die krantenkoppen waar de heer Asscher verantwoordelijk voor is, worden afgewezen. En ik vind dat hij die verantwoordelijkheid heeft. Dus ik zou graag willen zeggen, bied daar ook gewoon excuses voor aan. Dan kunnen we het achter ons laten. Voorzitter, dit is toch wel schunnig, hoor. Dit is toch echt wel schunnig. Ik probeer goed antwoord te geven op de vraag met die stapel moties die de heer Azarkan heeft voorbereid. En nu gaat hij mij verwijten dat het te makkelijk is. Nu gaat hij op tamelijk hoge toon hier van mij excuses aanbieden. Voorzitter, hoe zullen we het nou krijgen? Voorzitter, Saadet Karabulut, Zini Özdil, Sultan Gunal, Keklik Yücel, Khadija Arip. Talloze, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die hier hun werk doen. Nevin Özetok. Die door de partij DENK van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn. Op filmpjes. Tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreiging ontvangen. Mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in problemen. Allemaal door de partij DENK van meneer Azarkan. Ja, meneer Kuzu, welkom. Hoe kijkt u hiernaar? Het was inderdaad een pittig debat over en weer in de Tweede Kamer, waarbij beide partijen, zowel mijn partij DENK als de PvdA, excuses eist van degene die tegenover hem staat. Ja. Dat klopt. Terecht. U ziet ook hoe het debat begint. Het begint met een interruptie van mijn fractievoorzitter Azarkan richting Lodewijk Asscher, waarin hij vraagt, bied nou je excuses aan voor de verantwoordelijkheid die jij hebt voor het stigmatiseren van 90% van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren die in 2014 zijn gestigmatiseerd als IS-aanhanger en moeilijk aan de bak zijn gekomen. En wat ik dan zie bij Lodewijk Asscher is een geveinsde en gepolijste boosheid waardoor hij de bal terug probeert te leggen bij Azarkan. Ik vond het een hopeloze mislukking. Dat klinkt nog niet als een excuus aanbieden. Nee. Want laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik vind het vreselijk wat die collega's overkomen. Maar ik wil er wel heel duidelijk bij zeggen een aantal punten. In de eerste plaats, DENK is de politieke partij die etnisch profileren bij de politie, bij de Belastingdienst, heeft aangekaart in 2014 en 2016. Wij hebben een aantal Kamerleden hebben we altijd bejegend op basis van hun ideeën. Dus als een Kamerlid woordvoerder is op integratie, dan spreek je hem aan op zijn integratiedossier. En als hij een Turkse achtergrond heeft, ja, dan is dat een Kamerlid van GroenLinks of een Kamerlid van de SP op Buitenlandse Zaken. Maar even over het debat van vanmiddag. U zegt, meneer Asscher is verantwoordelijk of medeverantwoordelijk, u zei volgens mij zelfs verantwoordelijk voor het stigmatiseren van Turkse jongeren bijvoorbeeld. En die krantenkoppen. Maar daar gaat meneer Asscher toch niet over? Nou, meneer Asscher was in die tijd minister van Sociale Zaken en verantwoordelijk voor de portefeuille integratie. Hij heeft maar niet in 2014. In 2014 heeft hij een onderzoek gepubliceerd waarvan de directeur van het onderzoeksbureau aangaf, publiceer dit niet. Want dit is niet methodologisch, niet verantwoord. Maar nu zoveel jaren later zegt u nog, Partij van de Arbeid, fractievoorzitter, u bent verantwoordelijk? Nee, zeker. Want hij heeft daar ook nooit zijn excuses voor aangeboden. Terwijl Motivaction, het onderzoeksbureau, heeft aangegeven, dit onderzoek, dat deugt niet, dat is niet rijp voor publicatie. Wat ik dan zie in dat debat vandaag is dat hij op het moment dat hij wordt gevraagd om excuses te maken, dat hij de bal dan heel makkelijk terug wil leggen bij ons en vervolgens aan een soort van een windowdressing doet. Maar meneer Kuzu, ik ben toch wel benieuwd dat die beschuldiging over etnisch profileren door DENK, snapt u dat? Nou, ik snap dat zeker. En maar erkent u dat? Ik erken dat niet. Want maar dan gaat het over de Armeense genocide, hè? Dat waren een aantal onderdelen waarop dat terugkomt. Ik snap het wel. Maar dat moeten we wel even uitleggen, want er zijn een aantal Kamerleden die daar voor hebben of die het hebben erkend, hè, als Armeense genocide. Jullie hebben vervolgens, zij zijn ook van Turkse afkomst, dat online gezet, filmpjes daarvan gemaakt, dat zij in hebben gestemd daarmee. Ja. Vervolgens is dat in Turkije ook bekeken en zij hebben gewoon bedreigingen aan hun adres gekregen. En dat betreur ik. Kijk, ik zeg heel duidelijk, en dat heb ik vaak genoeg ook in de Kamer benadrukt, ik vind het vreselijk als een Kamerlid op basis van ideeën
wordt beschuldigd en bedreigd. Was hier een excuus? Nee, maar laat mij het dan even helemaal afmaken. Want het punt is dat wij dat destijds hebben gedaan, en ik vaak genoeg ook heb aangegeven dat op basis van de overwegingen die we toen hadden, we dat hebben gedaan. En dat we dat misschien nu niet zouden doen. Maar spijt van de. Maar, nee, dat zeg ik niet. Okay. Want het is wel zo dat ik met die collega's, met een aantal collega's in 2012 kandidaat was voor de PvdA, hè, mijn jeugdzonde. In die tijd was het zo dat ik met die Kamerleden in een moskee stond of in een buurthuis stond, waar die collega's ook in de tijd van hun kandidatuur aangaven, daar zullen wij nooit voor stemmen. Maar heeft hij spijt van die filmpjes? Maar heeft hij spijt van die filmpjes? Nee, dat zeg ik niet. Maar op het moment dat iemand dus in de Kamer een ander stemgedrag laat zien. Laat me het alsjeblieft goed uitleggen. Op het moment dat ze in de Kamer ander stemgedrag laten zien dan dat ze beloven in de buitenwereld. Ja, dan vind ik wel dat noemen waard is. Kijk, ik betreur dat ze aan de hand daarvan bedreigingen hebben gekregen. Maar wat u nu zegt, dus zeg maar in een campagne iets zeggen en dan de Kamer toch uit stemgedrag, hè, dat daar een andere mening uit blijkt, laat ik het zo zeggen. Dat gebeurt natuurlijk bij meer politie. En toch heeft uw partij ervoor gekozen om eigenlijk alleen maar politie eruit te pakken die een dubbele nationaliteit hebben, die of Turks of Marokkaans ook zijn. En op zich, waar het ging om het voorbeeld van de Armeense kwestie, hebben we het al over 2015. We hebben het over 5 jaar geleden. Maar het is wel zo dat we dat hebben gedaan. En daarvan heb ik ook, bij een voorganger van dit programma, heb ik ook aangegeven dat we dat destijds op basis van overweging hebben gedaan, maar dat we dat nu niet zouden doen. Wij zijn ook een lerende organisatie. Maar waarom is het nog moeilijk om sorry te zeggen? Ja, nou precies, want u eist ook excuses van Usher. Dan zou je ook kunnen zeggen, wij geven het goede voorbeeld en maken zelf excuses. Ja, maar wacht eens even. Ik denk dat een aantal Kamerleden, ik zeg nogmaals heel duidelijk, van ik betreur dat ze bedreigingen hebben ontvangen, maar ik vind Kamerleden niet te vergelijken met 90%, bijna 90% van weerloze jongeren die een stageplek proberen te krijgen of een baan proberen te krijgen en op basis daarvan worden afgewezen puur vanwege een afwijzing. We praten over racisme. En de kern van de strijd denk ik tegen racisme is respect en geduld en luisteren en waardering van andermans standpunten. U zegt, we betreuren wat er gebeurd is en we vragen nu een paar keer, maar dat is toch maar een kleine stap om dan te zeggen, sorry. Nou, ik zeg dus nogmaals, op basis van de overwegingen die we toen hadden, hebben we het gedaan. We zouden er nu misschien anders in opereren. Maar ik zal ook heel duidelijk zijn, op het moment dat iemand in de buitenwereld andere beloftes doet dan dat ze in de Kamer stemmen, dan zou ik het zo weer doen. Niet op basis van achtergrond, maar op basis van het idee. Ideeën moeten we sowieso eventjes kijken naar het debat vanmiddag, want dat ging er pittig aan toe. Dat is oneerlijk, dat is meten met twee maten. U zegt, mensen die naar huidskleur kijken, die zijn idioot. Dat is interessant. Ik heb namelijk het gevoel dat u dat eigenlijk ook voortdurend doet. Volgens mij is de enige idioot hier, voorzitter, de heer Wilders. Ik krijg de indruk dat mevrouw Marijnis een beetje praat als een beschonken komkommer. Het moet al duidelijk zijn dat het met de geestelijke volksgezondheid in dit land slecht is gesteld. Totaal uit het lood geslagen. Eerst in een groepspsychose van groepsbraafheid vanwege de corona. En overnight belanden we in de racismepsychose. Als er één iemand de reden is waarom heel veel mensen in die samenleving zich gediscrimineerd voelen, dan is dat de heer Wilders. U slaat wild om u heen. U bent echt kwaad. Wat was het? Beschonken komkommer, gore lef, allemaal grootspraak. Ik heb er totaal geen kaas van gegeten, meneer. Ja, u kan als een schaap zitten lachen. Ik ben blij voor uzelf dat u geen schaap bent. Hier staat een bandiet. Hier staat een crimineel, voorzitter, want dat ben je als je door de strafrechter veroordeeld bent. Hoe heb jij gekeken, Lemia, naar dit debat? Ik zag zeg maar het debat zoals we dat in de maatschappij af en toe zien of op Twitter gevoerd zien worden, maar dan in de vergaderzaal van het parlement. De woorden zijn fors, hè? Ja, er werd flink door een aantal fractievoorzitters om zich heen geslagen. Dat veranderde overigens wel in de loop van de avond. Dat is misschien nog wel goed om erbij te zeggen. Er kwam een moment dat de kabinetszijde aan het woord kwam. En dat er wel echt iets ontstond als een debat over institutioneel racisme. Over eigenlijk zou moeten gaan. Precies. Terwijl het dan de hele middag gaat over en weer eigenlijk schuldige aanwijzingen. Jij doet dit, jij doet dat. Waarom lukt het nou niet, meneer Kuzu, om in deze tijd, dat toch al een hele moeilijke tijd is, mensen zijn onrustig, bezorgd, emotioneel over al een coronacrisis wat ons allemaal treft, dan krijgen we een heel belangrijk racisme-debat en we gaan alleen maar
ook jullie zijn onze volksvertegenwoordigers, tegenover elkaar staan. Ja. En niet naast elkaar. Maar ik denk dat er twee redenen zijn. In de eerste plaats is het zo dat alles wat in de samenleving leeft, dat wordt gekanaliseerd naar de Tweede Kamer. Dus daar komen die tegenstellingen komen nadrukkelijk aan de orde. En ik denk dat dat goed is in een democratie dat dat gebeurt. Inclusief de beschonken komkommer. Over de toon kunnen we natuurlijk een discussie hebben. Maar ik vind dat de toon niet moet afleiden van de inhoud van het debat. En maar inhoud moet een goede voorbeeld geven. Een Kamerlid dat een ander Kamerlid uitmaakt voor beschonken komkommer. Dan kun je zeggen dat we kanaliseren de gevoelens uit de samenleving. Dat hoorde ik u zeggen, dat snap ik. Maar dan kun je ook zeggen, ga even je mond spoelen als parlementariër en ja, misschien zie, andere woorden ik zie gebruiken. Dus ook dat er woorden worden gebruikt als idioot en heel veel andere woorden. Mm-hmm. Maar spreekt u bij, als ik aan oud die beschonken komkommer bijvoorbeeld? Nee, dat doe ik niet, want okay. Ik denk dat het aan ieder Kamerlid is om daar zelf zijn woorden okay, in te kiezen. Kan. En het is aan de heer Azarkan of aan de heer Wilders of aan de heer Klaver om zelf hun woorden te kiezen. Het punt is wel dat ik juist zie, in tegenstelling tot het filmpje, de compilatie die we hier hebben gezien, wat natuurlijk een aantal seconden is van hetgene wat er in de Kamer gebeurt, want dat debat is om 3:30 begonnen, zeker, is nog steeds zeker bezig. En ik zie dat er in de samenleving en ook in de Kamer een enorm bewustzijn is over het thema institutioneel racisme. Ja. En dat vind ik winst. Ik zie partijen als D66 en de ChristenUnie en GroenLinks stappen maken in de goede richting. Ja, en interessant is het ook, onze premier, Mark Rutte, heeft over het institutioneel racisme, Lemja sprak er ook al even over, heeft daar net ook iets over gezegd. We kunnen hier met grote sweeping statements, niet dat u dat doet, maar dat is wel het risico van dit debat, het hebben over institutioneel racisme, systemisch racisme. Maar we moeten het iedere keer specifiek maken. En als het specifiek wordt wat de heer Azarkan deed, naar een organisatie waarin zich voorbeelden voordoen, waar je zegt dit is zo in strijd met alles wat wij goed en heel vinden in het land, dan is er in dat geïsoleerde geval absoluut waarschijnlijk sprake van geïnstitutionaliseerd of systemisch racisme. Dat kan. Maar als je het als algemene uitspraak doet, en hetzelfde geldt ook voor die Zwarte Piet discussie. Dit is heel erg interessant, want dit is natuurlijk de kern van waar het debat om draait. En wat we vandaag zagen, ook nou ja, die compilatie die we net zagen, het toont ook een beetje de worsteling van de Kamer met een thema dat een deel van de Kamer pas heeft durven omarmen. En dat is dat racisme niet alleen iets incidenteels is, hè? Een spreekkoor tijdens een voetbalwedstrijd, weer een rapport over arbeidsmarktdiscriminatie, dat weer zo als een soort voorbijrijdende trein af en toe zie je hem voorbij komen, maar dat het iets structureels is. En ik denk dat Rutte daarin wel het voortouw heeft genomen als een van de coalitiepartijen, want er zijn natuurlijk al wel partijen in de Kamer die het er al wel langere tijd over hebben gehad of die dat proberen te agenderen. Maar het was Rutte die zei een tijd geleden na de dood van George Floyd, Oké, er is zoiets als systemisch racisme. Hij wil het woord institutioneel, nou je hoort het hem nu ook zeggen, hij heeft er echt moeite mee om dat te gebruiken. Maar dat was een paar jaar geleden misschien nog ondenkbaar? Of een paar maanden denk okay. ik eigenlijk. En ik denk dat we wat we hier zien is zeg maar de politiek volgt wat er maatschappelijk gebeurt. Dus je kan er niet omheen, jullie hebben het hier aan tafel ook vaak genoeg besproken, er speelt iets maatschappelijk. Wat lange tijd onderhuids was en wat we nu terugzien op tienduizenden mensen die de straat op gaan, ook in coronatijd, om op te komen voor hun eigen rechten. En je ziet nu dat de politiek daar een soort van volgende lijn in heeft gehad. Ik heb de afgelopen tijd wel best wel wat gesprekken gevoerd met dat fractievoorzitter samen, met een collega, om te kijken hoe dat denkproces is gegaan. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook iemand als Klaas Dijkhoff die heeft gezegd, ja, lange tijd dacht ik, laat maar deze discussie, ik ga me er niet aan branden. Tegen mij zei hij in november bijvoorbeeld nog dat hij meer iets voor Johan Derksen vond om zich erover uit te spreken dan hemzelf. Inmiddels is hij bijgekrijgd. Profetische woorden. Dat bleek inderdaad wel profetische woorden te zijn. Maar het is wel interessant, weet je wel, je kan over de Kamer zeggen, wat gebeurde er eigenlijk vandaag? En ik vind dat ook wel een terechte vraag, want ik denk dat ze over vooral het eerste deel van het debat niet per se heel trots zullen zijn. Dat kreeg ik ook al wel hier naar te horen. Maar tegelijkertijd, dit is het begin van debatteren over iets structureels in plaats van debatteren over incidenten. Net het, zoals het zien en het erkennen. Gaat. En nou ja, we gaan het straks nog over excuses hebben. Want ja, het is vandaag ook Keti Koti, de Surinaamse feestdag, om de afschaffing van